minister van Defensie, haar excellentie Krishna Mathura, directeur, de heer Widesi, leden van de pers en uiteindelijk de totale Surinaamse internationale samenleving. Goedemorgen. Onze laatste persconferentie, dat was eind februari. Vandaag zijn we op 8 oktober. En ik mag prijsgeven dat wij, dat wat ik eerder heb gesteld bij de vorige persconferentie, dat we het aantal operaties van vorig jaar zouden overschrijden. En dit is hetgeen dat ik ook kort ga belichten vandaag. Laat me eerst bedanken het totaal personeel van Defensie, dat elke dag naar het werk komt om een bijdrage te leveren in het garanderen van de veiligheid op ons territoriale correctie op ons grondgebied, maar dat we ook een bijdrage leveren in de regionale en internationale veiligheid. Mijn dank is heel groot, omdat met het personeel dat we hebben en met de beperkte middelen, dat we toch proberen de veiligheid in zijn geheel te garanderen. Naar de volgende slide. We hebben sinds februari het aantal operaties uitgevoerd. Ik krijg hier een korte weergave, er zijn veel meer, maar ik heb hier gehighlight slechts de meest opvallende of belangrijke operaties. En in het kort kan ik belichten dat wij in het kader van onze grensbewaking en het overheidsgezag, dat we de operaties hebben uitgebreid over het hele grondgebied. In het kort, de reguliere instrumenten hebben wij langs de grenzen, maar ook in het binnenland. In district Brokopondo, Sipaliwini, Marowijne en natuurlijk ook in Para hebben we een aantal posten. We hebben verder, naast de reguliere instrumenten, hebben we ook nog de reguliere immigratieactiviteiten, waar de minister straks ook heel kort in zal gaan. Daar is de verantwoordelijkheid van de militaire politie, waar we bij binnenkomende of uitgaande passagiers de immigratiehandelingen treffen. We hebben verder ook nog de rivierpatrouilles op de quarantaine, maar ook op de Marowijne helemaal naar Lawa. En dat kan of gecombineerd met de Fransen of in joint. En met joint bedoel ik treinsmachtdelen bij elkaar of interdepartementaal. En dat hebben we ook hier voor u geprojecteerd. Bij de persconferentie had ik aangegeven dat wij de veranderde strategie hebben doorgevoerd, waar wij afstappen van statische posten. Wij zijn nu present op de hele rivier, hier in Manalawa. En we zijn er voor de totale samenleving van de hele grensrivier. Kort, de interdepartementale operatie, genoemd Sparimaka, waar we te zijn tijd ook gekomen zijn met de informatie en met de successen die we daar hebben geboekt. Heel veel dat passeerde, totdat we samen met de andere veiligheidsactoren binnen het maritiem domein ervoor hebben gezorgd dat die beperkt werden naar bijna nul. En dat wordt wel voortgezet. En we hebben voorts ook nog heel vaak ondersteuning naar KPS toe. En de andere civiele autoriteiten zoals NCCR, het Openbaar Ministerie, JIT. En heel kort op dat van NCCR. We hadden zender te maken met de dambreuk op Allianz. Op dezelfde dag hebben we ook een ondersteuning verleend. Niet alleen aan NCCR, maar ook aan de samenleving Allah. Omdat de Allianz is een oefengebied van de marine. Daar hebben we heel snel ondersteuning kunnen leveren met personeel. De crisis te beheersen daar voor de samenleving. Voorts hebben we ook nog de civiele militaire operaties. De meest bekende is dat van recent, Gramati. Die bestond uit twee fasen. De eerste fase was in het district Para Noord-Oost, waar we 8 uur zoveel behandelingen hebben kunnen geven. Niet alleen, maar ook met buitenlandse partners. Maar in het bijzonder kan ik wel even een aandacht schenken aan de Surinaamse participanten. We hebben daar gehad Surinaamse specialisten, ook specialisten, maar ook tandheelkundige specialisten,
verder ook nog militair personeel uit de ondersteuning daarin geven aan de samenleving. Dat is fase 1. Fase 2 bestaat uit de medische behandelingen op Mata. Die hebben we gedaan in het weekend van 28 september, waar we de samenleving daar ook hebben geholpen. We hebben daarnaast ook nog een EHBO-training gegeven aan lokaal personeel, correctie per lokale bewoners, waar zij echt de eerste hulp kunnen geven wanneer er issues optreden. En nog de opleiding van civiel-technische werken, die werden opgestart door onze buitenlandse partners, maar hier en daar waren nog opleveringen die gedaan moesten worden, lokalen die nog moesten worden afgerond. En daar heeft ons, wat we kennen als CC2A, civiel-technische werken, daar hebben ze met volle kracht daarin gezet om deze scholen voor de aanvang van het nieuwe schooljaar op te kunnen starten. En daar ben ik heel dankbaar voor dat we personeel hebben die zich echt inzet voor de samenleving. Het is extern. Extern beheer, wat onze taakstelling inhoudt. En dat we op basis van onze taakstelling ook de operaties uitvoeren. Maar dan nu even een blik op het interne. We hebben het constant competent maken van ons personeel ook hoog in het vaandel. En dat is wat wij elke dag elk heel jaar door ook doen. Door van trainingen, opleidingen. En hier een kort weergaan van wat we hebben kunnen doen. We hebben niet alleen de taak om ons land te verdedigen tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. Dat is een taak die wij ook serieus nemen. En je moet getraind zijn. Men zegt vaak, train as you fight. Het is ook een principe die wij elke dag hanteren. Verder hebben we ook nog het trainen van de eenheid die naar Haiti gaat. Ik kan heel kort aangeven, zijn begin september begonnen met het voorbereiden van die eenheid. Gelukkig zijn het mannen die zichzelf hebben opgegeven na een interne sollicitatie. En ook met dankbaarheid uit ik naar hun en hun familie, dat ze bereid zijn om een zusternatie Haiti te gaan ondersteunen. We zijn bezig niet alleen het inhoudelijke voor te bereiden, we gaan de mensen hun leven niet zomaar op het spel zetten. Voordat ze vertrekken moet alles in orde zijn. Niet alleen de garantie dat ze, mocht wat daar gebeuren, dat ze gedekt zijn, maar dat ook hun familie ondersteuning krijgt. Het hele proces wordt voorbereid en daar hebben we de chefstaf, dat is de officier Mangal, die als trekker daar bezig is. Die heeft ook contact met internationale partners die belast zijn met het voorbereiden van de CARICOM-missie. En nu is het eerste contingent bestaande uit Jamaica, Bahamas en Belize. Daar zijn nu zij in volle gang om die sprong te maken. En zolang die sprong niet gemaakt is door het eerste contingent, kunnen wij die sprong niet maken. Want wij zullen deel uitmaken van het tweede contingent dat na 6 maanden zal vertrekken, zodat zij die sprong hebben gemaakt. Dus wij zijn bezig deze maanden te trainen en we krijgen ondersteuning van de Fransen, van Canada, van Amerika. En lokaal hebben we ook de kennis, wat we hebben in die film gezeten. Ook een Haitiaans contingent gehad. Een peloton gestuurd naar Haiti. En die kennis wordt ook overgedragen door die ervaren personen. En dan hebben we een aantal oefeningen die de competenties in onze primaire taak, dat is de verdediging tegen militaire agressie, dat we onze mensen ook steeds daarvoor trainen. En de test fysieke gesteldheid, wij doen dat om de fysieke gesteldheid te peilen van het totaal personeel. Ook ik doe mee. Want conform het voorschrift, test fysieke gesteldheid, is iedereen die onder 55 jaar is, verplicht mee te doen. En ook ik doe mee, elke TSV. Kort, is dat er? De TSV is belangrijk. En hier heeft de minister in de media aangegeven dat we ook nu het niet meer gaan gedogen. Het was altijd al opgenomen in de voorschrift dat we bij bevorderingen bijvoorbeeld een positieve TSV moest hebben. Nu gaan we niet meer gedogen, want uiteindelijk willen we een heel professioneel leven waar de samenleving op zou moeten kunnen rekenen.
dat er goed komt. En ik denk dat er hierna, als er vragen zijn, dat ik al open sta voor de beantwoording. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hebben. Mag ik het vervolgens uitnodigen aan de directeur van de versie? Dan is het, beste kijkers en luisteraars, van harte goedemorgen en welkom op de persconferentie van het ministerie van Defensie. Ik zal u vandaag inlichten over de voorgang en de nieuwste ontwikkelingen binnen het ministerie van Defensie. Er gebeurt momenteel veel binnen ons ministerie en ik ben verheugd om deze veranderingen met u te delen. Zoals het beleidsplan van het ministerie aangeeft naar een krachtige, kundige en flexibele defensieorganisatie, hebben wij ons gericht op het efficiënter maken van onze dienstverlening voor het personeel. Ons doel is om ervoor te zorgen dat onze militaire en ondersteunend personeel sneller en eenvoudiger toegang hebben tot de benodigde middelen en informatie. Dit proces omvat verschillende verbeteringen die direct de dagelijkse werkzaamheden van ons personeel zullen ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is, we moeten ervoor zorgen dragen dat de medewerkers die binnenkort met pensioen gaan, administratief goed worden voorbereid op deze overgang. De betrokken afdeling zal ervoor zorgen dat dit proces soepel en zorgloos verloopt, als blijk van waardering voor de jarenlang inzet van deze medewerkers. Dit is een minimale zorg die we als publieke sector moeten bieden. Zorgeloos met pensioen. Klantvriendelijkheid is hierbij essentieel. Om deze te stimuleren, hebben we reorganisaties doorgevoerd binnen diverse afdelingen. We hebben gesprekken gevoerd met medewerkers die passie hebben voor specifieke taken, vooral waar er contact is met personeel. Dit draagt bij aan een verbetering van dienstverlening, omdat medewerkers zich dan prettig voelen bij het werk dat ze doen. Daarnaast hebben we grote stappen gezet in het automatiseren van ons HRM-systeem. Door deze systemen te digitaliseren, kunnen we nu een betere verwerking en beheer van gegevens realiseren, wat uiteindelijk de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komt. De afgelopen jaren is er veel krachtig geweest van de rechtspositionele zaken van onze militairen. Het nieuwe HRM-systeem is een oplossing daarvoor. Met dit systeem kunnen we rechtspositionele zaken nu tijdig en efficiënt afhandelen dankzij de technologie. Bijvoorbeeld, een systeem dat we mee hebben kan automatisch een overzicht genereren van de bevorderingen die de komende periode moet plaatsvinden. Dit overzicht wordt dan verzonden naar de desbetreffende afdeling voor verdere afhandeling. Het onderdirectoraat personeelsaangelegenheden heeft hierbij een monitorende rol en zorgt ervoor dat de voordrachten tijdig worden ingediend. Voorheen gebeurde dit volledig handmatig met personeelskaarten. Het is veel papierwerk die gepaard ging. Ook procedures rond pensioenuitkering en jubilea verlopen nu volgens soortgelijke geautomatiseerde methode, zodat we vooraf al weten welke acties wanneer nodig zijn. Een belangrijk onderdeel van onze ontwikkeling is ook automatisering van het patiënteninformatiesysteem in het militair hospitaal. Hiermee willen we niet alleen efficiënter werken, maar ook een snellere en betere zorgverlening bieden aan onze militairen. Dit systeem moderniseert de zorgverlening en stelt ons in staat om de patiëntengegevens veilig, betrouwbaar op te slaan en te raadplegen. We hebben in het militair hospitaal de afgelopen jaren ook klachten gehad van lange wachttijden. Door in te spelen op technologie hebben we geprobeerd dit te verbeteren. De arts hoeft dus nu geen gebruik te maken van papierdossiers, kaartensystemen, om geschiedenis van patiënten door te nemen. Alles is nu gedigitaliseerd, waardoor elk arts direct toegang heeft tot het systeem. Ook de balie is gekoppeld aan dit systeem, zodat de arts vooraf weet welke patiënten zich in de wachtkamer bevinden en wat de urgentie van zo'n patiënt is. Verder wil ik ook benadrukken dat ons leger niet alleen op het gebied van veiligheid, defensie actief is, maar ook in het agrarische sector. En ook daar speelt het leger een belangrijke rol. Ons leger runt een agrarisch project, de Saramaka, die dagelijks voor onze benodigde groente en fruit voorziet. Onze militairen werken daar dag en nacht om ervoor te zorgen dat we voorzien zijn van verse voeding en dit allemaal in eigen beheer. Dit jaar hebben we ook geïnvesteerd in nieuwe plantenkasten om zo de productie te verhogen en de diversiteit in groente en fruit
uit te breiden. Daarnaast is het personeel ook belast met het onderhoud van het groenhartproject te Saramaka. Tot slot wil ik de realisatie van de begroting bespreken. De afgelopen jaren hebben we een aanzienlijke vooruitgang geboekt in het efficiënt besteden van onze middelen. Dit jaar hebben we tot september 2024 hebben we reeds 35 raadvoorstellen ingediend, 272 bestelbonnen en 296 Russisch zijn reeds verwerkt. Daarnaast hebben we een totale investering van bijna 200 miljoen SRD vanuit ons begroting geïnvesteerd in diverse sectoren binnen het ministerie. We hebben een groot aantal projecten kunnen realiseren, waaronder modernisering en verbetering binnen de verschillende afdelingen. Transparantie en verantwoord gebruik van het budget staan centraal bij ons. Ik ben trots om de resultaten die wij tot nu hebben geboekt, tot nu te hebben bereikt, samen met hen team. Financieel gezien zijn we voor een grote uitdaging, net als vele andere ministeries. Maar we proberen in gesprek te blijven met onze partners, met het ministerie van Financiën en ook met onze leveranciers, om zodoende onze goederen en diensten te garanderen voor het leger. Ondanks deze uitdagingen is er een prognose gemaakt voor dit jaar van de begrotingsrealisatie. Het is 99% dat we gaan realiseren. Ik kijk uit naar de komende periode waarin wij onze initiatieven verder zullen uitvoeren en ons blijven inzetten voor een sterker, moderner ministerie. De bevelhebber heeft net aangehaald over fysieke gesteldheid, natuurlijk van het operationeel, maar ook op het ministerie van Defensie hebben we ook daarvoor gezorgd. We hebben ook gesprekken gevoerd met de officieren, want een gezond personeel zorgt ook ervoor dat de dienstverlening beter is. Dus ook hier op het ministerie van Defensie, op het Centraal Kantoor, wordt dat toegepast. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Dank u wel. Dank u wel, directeur. Mag ik u als eerste aanmoedigen naar de minister van Defensie? Hartelijk goedemorgen, welkom. Een heel belangrijk aspect dat we via u informatie delen met de samenleving. U bent cruciaal en dat doen we om verantwoording af te leggen, maar transparant te zijn. En dat u ook alle ruimte krijgt om alle vragen te stellen en dat we daarop heel open en eerlijk ingaan. Eigenlijk is er veel al gezegd over veiligheid en de interne organisatie. Ik ga alleen belichten een paar actuele zaken. We beginnen met de jungle training die van start gaat op 21 oktober. Dan is de opening. Dus dat is onderdeel van de internationale samenwerking die we hebben. En daar is dus Nederland onderdeel van. We hebben een MOU gesloten in de tijd met de voormalige minister van Defensie, Ank Bijleveld. En de jungle training is een uitvloeisel van die MOU, zoals samenwerking op het gebied van protocol en ceremonie, opleidingen, etc. Verder zijn we bezig heel hard om de boot die we leasen, lease-buy overeenkomst, alles in orde te hebben van verzekering, van de boot naar hier toe halen, de overmakingen, financiën, verzekeren, het bemanningsteam van de boot, onze marineschip. Het is een scala van activiteiten, de walfaciliteiten. Daar zijn we mee bezig. Op dit moment zijn er 2 mensen van Defensie in Nederland om te trainen, om die marineschip goed te leren kennen. Voor de rest komt, eigenlijk is er een team en morgen starten we hier met ook trainingen, onze bemanning, zodat inderdaad, wanneer die boot er is, dat er geen oponthoud is en dat er een hele vloeiende manier is om daadwerkelijk ook met operationele activiteiten bezig te zijn. Nogmaals, ik wil benadrukken, het gaat om het geld van het volk en het is noodzakelijk de aanschaf omdat we onze defensiecapaciteiten willen versterken.
Je kan geen ministerie van Defensie hebben, leger hebben, die niet mobiel is op het water, niet mobiel is in de lucht en niet mobiel is te land. Dus aan alle drie aspecten moeten we denken. En samenwerken met ook andere ministeries is onderdeel. We hebben ook een MOU met Kustwacht en we proberen daar invulling te geven. En we werken ook, zoals de bevelhebber dat heeft aangegeven, operaties Parimaka. Het is een initiatief van het ministerie van Defensie, maar we hebben de bevoegdheden niet. Dus we werken samen met Justitie, Justitie en Politie en de Kustwacht. Dus het is niet alleen het ministerie van Defensie, samen zijn we krachtiger. En slagvaardiger. En onze doel van al die ministeries is veiligheid. En nogmaals, veiligheid en bescherming van ons land en onze natuurlijke hulpbronnen. Dus met de aanslag van de boot gaan we dat nog beter proberen te doen. En we spelen in op toekomstige ontwikkelingen. Het maritiem gebied is heel groot en ook groter dan het land. En het heeft veel natuurlijke hulpbronnen. En je moet als land inderdaad inspelen om die belangen goed te beschermen. Dan ga ik terug naar de stichting, de ex-militaire SREM. Een paar weken geleden, ik dacht 2 weken geleden, zouden ze bijna protesteren, inderdaad. We hebben een verhoging, hadden we ze beloofd. En toen bleek dus dat het artikel waaruit het betaald zou worden niet toereikend was. Dus dan moesten we die procedure opstarten om toestemming te vragen van het ministerie van Financiën. Maar al met al is het al goedgekeurd. De bedragen zijn nu opgetrokken. Toen ik overnam was het 200 en inmiddels is voor de resocialisatie te dragen. Dat zijn mensen die zeg maar vanwege die ervaring in de binnenlandse oorlog zodanige trauma's en stress hebben opgelopen dat ze begeleid moeten worden. En hun toelage is nu opgetrokken naar 1250 SRD per maand. En mensen die blijvend letsel hebben opgelopen en niet meer actief ingezet kunnen worden in het arbeidsproces, die krijgen een invaliditeitstoelage. Toen was het 750, het is nu opgetrokken naar 1800 SRD. Inmiddels uitbetaald in september, eind september, oktober worden ze uitbetaald. Ze hebben een kleine TWT, want dat gaat in per 1 januari 2024. Die TWT hebben we niet uitbetaald nog. We gaan dat in overleg met financiën in fases uitbetalen. Dat is de stand van zaken van SREM. En dan heb ik aangekondigd in de media dat ik een onderzoek zou instellen naar aanleiding van klachten die we hadden gehad. Social media berichten, YouTube berichten waar Suriname neergezet is als een zeer corrupt land. En waar lokale media ook sommige de berichten hadden overgenomen en waar het dus niet echt hoor en wederhoor was. Ik had aangegeven dat ik een diepgaand onderzoek zou instellen. Dat hebben we dus gedaan. We hebben onze inspecteur-generaal belast met het onderzoek en we hebben een deel van het onderzoek ook laten doen door de Dienst Nationale Veiligheid. En het resultaat is bekend en dat wil ik ook met u delen. Maar voordat ik dat ga delen, wil ik toch even aangeven van wat het beleid is met betrekking tot immigratie. Wij verwelkomen elkeen in Suriname en dat doen we, willen we zo klantvriendelijk mogelijk doen en zo billig mogelijk doen. We hebben per 1 juli 2022 visum voor heel veel landen afgeschaft. En eigenlijk hebben we daar de procedure versoepeld door een entry fee in te stellen. En visumplicht is afgeschaft omdat we in veel landen geen ambassades hebben. En de procedure is dan ook heel lang. En om dat te versnellen en te vergemakkelijken, hebben we dus die entry fee ingesteld. Nou, na analyse van de stromen is voor 1 mei 2023 is de visum wederom ingevoerd voor een aantal landen. En waarop wij letten als immigratie is, nogmaals, we willen vooral komen, want dat gaat ons als land goed doen als we veel meer toeristen hier krijgen, want dan gaan we economische opleving krijgen, heel veel sectoren gaan boomen, hotelwezen, cateringwezen, taxiwezen, toeristgidsen. Dus
Het is voor het land heel erg goed. En daarom is het van belang dat onze immigratie daarop is ingesteld en mensen zo correct mogelijk, zo redelijk mogelijk, zo beleg mogelijk behandelen. Maar tegelijkertijd hebben we ook een plicht en verantwoordelijkheid om te selecteren dat mensen, dat onze veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. Dat mensen hier niet komen om welke criminele activiteiten dan ook te plegen en dat mensen geen deel zijn van mensenhandel of mensensmokkel. Dus die safe moeten we ook hebben. En het is moeilijk om die safe te maken. Dus we maken gebruik en wij hebben in Suriname nog niet systemen die aangeven van hier, er is een internationale, zeg maar, signalering van een bepaalde persoon of wat dan ook. Dus wij maken gebruik van CARICOM en dat is IMPEX en vooral Joint Regional Communication Center. Die geeft naar alle landen en wij zijn lid ervan. Een soort als iemand in het systeem voorkomt, dan krijgen we een alert van hey, let op, zo iemand is gesignaleerd en daar moet je extra voorzichtig mee zijn. Nou, daar maken we gebruik, er is dagelijks contact tussen DNG, onze immigratie en die Joint Regional Communication Center. Wij letten, de immigratie bij ons let op. Natuurlijk is de entry fee betaald, reis men met een geldig paspoort, heeft men een retourticket, want we proberen zoveel mogelijk mensen die 90 dagen hier komen voor familiebezoek of gewoon voor toeristische doeleinden of business, dat we zo min mogelijk barrières opleggen. Maar we hebben wel de plicht om te controleren dat de stukken authentiek zijn, dus echt en niet vervals zijn. Toen dat mensen, zeker voor groepen die risico vormen, dat ze Suriname gebruiken als groep naar een ander land, controleren we ook, dan hebben ze voldoende middelen van bestaan. En dat is ook in de wet opgenomen. Van als je hier komt, heb je voldoende middelen van bestaan, ga je niet een last vormen voor Suriname. Heb je een referent, is er iemand die garant staat, heb je een hotel geboekt. Dat zijn de dingen waar we op letten. En we profileren mensen op basis van ervaringsgegevens. En als iemand door die profiling heen gaat, dat betekent dat er extra vragen worden gesteld. En we ontdekken ook heel vaak dat men reist met valse documenten. Niet iedereen, maar een paar van de mensen die entry fee wordt soms en paspoort ook. Dus daar moet je dus extra voorzichtig mee zijn en dat wordt geprobeerd. En mensen die voorkomen in het systeem waar we een alert van krijgen, die krijgen ook extra stelvragen. Als je die voldoet, kan je dus teruggestuurd worden of je wordt hier in bewaring genomen, vreemdelingenbewaring, en je wordt uitgezet. Dat alles gebeurt ook in overleg met het Openbaar Ministerie. Uit het onderzoek is gebleken in het specifiek geval dat de beschuldigingen ervan uit in de video niet op waarheid en niet onderbouwd zijn geworden. De persoon is weg, dus we konden hem niet horen om sommige dingen te staven. Dus dat is het onderzoek ook bemoeilijk. Verder was die persoon ook niet met een retourticket gekomen. Kon ook niet aangeven dat hij voldoende middelen van bestaan had. Toen heeft hij een ticket gekocht, een retourticket gekocht bij Copa. En uiteindelijk is hij via Guyana weggegaan. Dat is uit het onderzoek naar voren gekomen. Het is niet gebleken dat de militaire politie zich schuldig heeft gemaakt aan enig strafbaarheid. En dat ze regels hebben overtreden. In tegendeel, men heeft conform de profiling gewerkt en men heeft dus conform die procedure gewerkt. Dus dat is eigenlijk op dit moment de stand van zaken. Wij hebben ook scherper gekeken, want door profiling kun je generaliseren en kunnen mensen die onterecht in die profiling vallen ook onderworpen worden aan die extra bevraging. Ineens hebben we een gesprek gehad met de hele immigratie, de leiding van de bevelhebber, de directie. En we hebben instructies gegeven. Het gaat erom dat we ten alle tijde correct en vriendelijk blijven. Dat we dat ook communiceren met de mensen. En dat we toch ook letten op veiligheid.
maar ook het doel van dat we mensen niet extra barrières opleggen. Dus die instructies zijn gegeven. Deze zaak is voor ons dan wordt afgehandeld. We sturen het resultaat van het onderzoek naar de president en naar het OM. En we delen het ook met u. Ja. Dat is wat mij betreft het onderwerp over immigratie. En het laatste wat ik wil aangeven en waarmee ik ga besluiten, is dat ik ga deelnemen aan de conferentie van defensieministers in de Amerika. Amerika's OAS-landen en dat is komende week in Argentinië. En daar zijn hele belangrijke onderwerpen op de agenda die heel cruciaal zijn over defensie. Dat is de impact van klimaatverandering en vanuit een defensieperspectief, maar ook het handhaven van vrede en stabiliteit, women, peace en security die op de agenda is, maar gewoon dreigingen over het algemeen waar defensie een hele belangrijke rol in vervult. Dus ik hoop bijdrage te leveren en ook terug te komen met actuele ontwikkelingen, niet alleen in Suriname, maar in de hele regio. En ik denk dat veiligheid en stabiliteit en vrede van cruciaal belang is voor Suriname en voor de regio. Zeker gelet op de ontwikkelingen die we hebben de komende periode met betrekking tot zeker olieontwikkeling. Ja? Ik wil u bedanken en als er vragen zijn, dan zijn we heel open. En willen zullen we daarop ingaan. We gaan nu over naar de vragenronde. Je moet ook vragen stellen van de zijde van de pers, hoor ik die vraag. Ja, daar zal ik even met de tafel. Jullie horen me? Goedemorgen, televisies de waarheid. Even kijken, de minister had het over. Nee, de mevrouw hebben het over de missie naar Haiti. In het internationaal nieuws is het verschenen dat Keniaanse militairen hadden verklaard eigenlijk dat de beloofde ondersteuning, financiële ondersteuning, niet was gekomen. En dat ook hun families toch, in het land, dat ze eigenlijk ja, geen financiën hadden. En u heeft dus aangehaald dat ook Suriname bezig is en dat als er iets mag gebeuren met de Surinaamse militairen, dat er een bepaalde garantie is. Maar hoe garandeert defensie, toch hoe gegarandeerd is het dat ze inderdaad hun financiële uitkering zullen krijgen? Niet hetzelfde als Kenia gebeurt. En de tweede vraag, zoals de minister zei, de jungle training van de Nederlandse landmacht. In, zeg maar, bij de met de berichtgeving zie je dus dat de meeste Surinamers toch wel het gevoel hebben alsof de Nederlandse landmacht niet hier is voor alleen maar een training. Er is bijvoorbeeld aangegeven van ja, het is een boterje op te zoeken. Dus kunt u misschien ook daarop ingaan om aan te geven wat ze precies hier komen doen, wat het doel is eigenlijk. Zijn er nog meer vragen? Nee? Wie kan het worden? Bevel je met? Ja, hartelijk dank voor de vraag van Haiti. Inderdaad, de Keniaanse militairen, dat is de politieagenten, het contingent van Kenia, heeft inderdaad zijn concerns geuit. En er is gesproken met de landen die ondersteuning geven, ook in VN-verband. Zoals u weet is dat van Haiti een door VN gesteunde missie. En er waren landen zoals de VSA, Canada en enkele landen erbij die hun financiële steun en natuurlijk ook trainingscapaciteit hebben aangeboden. Dat is niet op agenda en dat zal heel binnenkort
ja, opgelost moeten zijn. En het eerste contingent van CARICOM is al daarmee bezig. Zolang dat niet geregeld is, maken ze de sprong niet. Ook wij willen ervan verzekerd zijn dat onze mannen niet zo naar worden gestuurd naartoe zonder garanties. Zolang dat niet geregeld is, maken wij de sprong ook niet. Dus die garantie geven wij ook. Wij gaan onze mannen niet zomaar riskeren. We houden het rekening daarmee. Ik hoop dat de vraag beantwoord is. Inderdaad, wij vormen een contingent van 50 man, waarvan 29 bestaan uit militairen. En het militair gedeelte bestaat uit militairen van verschillende krijgsmachtdelen. Van de landmacht, marine, luchtmacht, maar ook van de militaire politie. Dus daar is, daar bestaat ons deel uit. Ja. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Mag ik vragen eens uitnodigen aan de minister? Ja, de vraag over de jungle training. De training heeft maar één doel en dat is competenties verhogen van de Nederlandse militairen. En het is afgekaderd elke keer met een overeenkomst waarin duidelijk staat aangegeven. Dit is de derde jungle training die in deze regeerperiode wordt georganiseerd. En elke keer hebben we dus bij elke training een overeenkomst die we tekenen. En daarin is heel nadrukkelijk opgenomen wat de verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn van beide zijden. Het heeft niks te maken met de interne aangelegenheden van Suriname. Het is SEC, het is een training voor militairen om competenties te vergroten. En onze militairen die ondersteunen waar we kunnen en zoveel als we kunnen logistiek, maar ook als instructeurs, maar ook als een deel van de trainingsaspecten. We gaan niet over de inhoud van de training, maar dat is niet de aangelegenheid van ons. Dat is een volledige aangelegenheid van dus Nederland. Ja, wij stellen alleen onze trein ter beschikking. Ja? Het heeft voordelen voor ons, dat hebben we gezien in de afgelopen twee trainingen. En dit heeft ook voordelen. Dus we zijn blij om het te kunnen doen. De voordelen die we hebben, los van financiële en logistieke voordelen, is dat onze mensen getraind worden in het hele planningsproces. Bij elke training hebben we een initiële planning, een mid-year-planning en een end-year-planning. Dus grote oefeningen, daar leren onze militairen dan ook een oefening te plannen. Ja, en dat hebben we nodig om straks als wij moeten optreden, dat we die planning ook kunnen. Dat we die skills hebben, die competenties hebben. Twee is, verplaatsen van logistiek is ook een belangrijke voordeel die we hebben, want daar trainen we ook mee. Onze ruimtes worden ook gerenoveerd. De lokale bevolking wordt ook aangetrokken om te ondersteunen en die verdienen er ook aan. En het is elk jaar. En los van andere financiële voordelen. Al die jaren hebben we ook wat donaties gehad. We hebben 14 tonners gedoneerd gekregen. Dus het heeft ook voordelen, los van alle andere voordelen.